Goedemorgen allemaal. Vandaag is het Wereldautisme-dag. Ja, Wereldautisme-dag. Dat is dat je je puzzelstukjes niet zo snel kan leggen in je hoofd. En daardoor je wat langer nodig hebt om dingen, ja, die puzzelstukjes goed te leggen. Dat zouden we kunnen tekenen. We hebben al een keer puzzelstukjes getekend. Het is vandaag ook Wereldkussengevechtdag. Ik verzin het niet, hè? Dus we kunnen ook iets van kussens tekenen. Maar ja, laten we maar gewoon wat tekenen. Doe je mee? Ja, goedemorgen. Het is vandaag kussengevechtdag. Ja, leuk. Maar al die veertjes, is allemaal allergisch ervoor zijn. Het is vandaag ook de dag van het autisme. Ja, dag van autisme. Autisme, dat is goed. Is de laatste tijd best vaak besproken. Dit is weer een doordrukvelletje. Zo. Nou ja, dat hadden we al eens een keer getekend. Een puzzelstukje. Autisten die zijn wat, ja, die vinden het gewoon wat lastiger om dingen een plek te geven. Of dingen, die puzzels goed te leggen in het hoofd. Die doen daar iets langer over. Je zou natuurlijk inderdaad een hoofd kunnen tekenen. Hè? Zo'n hoofd pakken. En dan in dat hoofd zo die, zo'n puzzelstukje. Dat is natuurlijk moeilijk. Een puzzelstukje in je hoofd. Goed. Dat is misschien een beetje raar, dit. Nou, dit is al bijna striptekenen. een kussengevecht, dat is natuurlijk ook wel leuk. Maar hoe teken nou een kussen, hè? Nou, ik teken die altijd een beetje zo. Ja, eigenlijk zit helemaal niet van die puntjes aan de kussen, hè? Maar goed. Het is altijd wel leuk om zo een beetje. Iedereen weet wel dat je nu een kussen bedoelt ongeveer. Nou, de veertjes natuurlijk. Veertjes hebben die al eerder ook getekend. Ik weet het eigenlijk al niet meer. Maar dit zijn wel veertjes zo. Dat is een veertje. Een kussen. Met veertjes. Goed, ga je lekker mee aan de slag. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!